Kies, heb ik de bobbel. Dit is een bel. Balk, dit is een bel. Dit is een duik. Zit. Zes. Balk. Hey guys, oh my god, mijn camera. Guys, zoals jullie kunnen zien, ja, kom erbij. Kom erbij, mama gaat wat houden. Zoals jullie kunnen zien had deze kleine dwerg mijn camera gestolen. Ze vindt het super leuk om te filmen, maar goed, ik neem jullie vandaag mee. Als ze even rustig is, ga ik even doorfilmen. Wat wil je dan hier? Hier, hou goed vast. Dit? Ja, maar je ziet je hoofd niet. Je moet wel je hoofd zien. Ja. Het steek. Zo je hoofd? Ja. Het steek. En dan? Wat ben nee, Aisha? Wat vertel je allemaal? Aisha. Nee. Hoe ben je schoonmoe? Oké, en dan? Hoe ben ja. Nee. Hey! Steak? Je mag het niet vasthouden. Waarom is het? Waarom is steak? Ja, maar nu film je alleen maar je kin. Film even normaal. Nee. Jij wil je hoofd filmen? Nee, dat was een beetje ver. Oké, en dat is mama. Maar nu zie je ons niet meer. Nee? Ja. Nee, ben je daarbij? Hoe jij wel anders? Jij bent witzet. Waarom is het beetje bij mijn mama? Dit. Bijnaars. Dan ben je sterk. Oké, ben je klaar? Nee. Zet hem uit. Hij gaat uitvallen. Batterij zijn leeg. Nee. Schatje. Huh? Batterij zijn leeg. Nee. Ga dit. Nee. Mama heeft de camera nodig. Nee. Mama, het is klaar. Nee. Ga het uitzetten. Good morning, guys. Ik ben hem even aan het klaarmaken. Mijn ochtend is een beetje gek begonnen door Ria. Want ze wil per se de camera en ze wil per se zelf op beeld. Goed, ze houdt er heel erg veel van. Ik ga heel even mijn haren doen. En dan ga ik even met je praten, een momentje hoor. Oké. Ik had dus recent een video geplaatst. En dat ging dus over de stilgeboorte van mijn dochter. Ik had die filmpje eigenlijk al een anderhalf maand geleden opgenomen, ja. Je hoeft niet aan de te poetsen nu, schat. Niet warm ook. Nee, dat hoeft niet. Ja. Nee. Dus, ik heb echt zoveel lieve berichtjes gekregen. Ja. Dankjewel. Ik heb zoveel lieve berichtjes gekregen van jullie. Dat is echt niet normaal. En vooral mensen die echt heel veel berichten hebben gekregen. Want ik heb dit ook meegemaakt, maar ik durfde hier nooit over te praten. Het was een beetje een taboe. En ik ben zo blij dat je dat hebt gedaan. Dat vind ik natuurlijk heel fijn om te horen en dat geeft me ook heel veel kracht. Want daarvoor doe ik het natuurlijk ook. Daarvoor maak ik ook zulke filmpjes. Om jullie ook te laten zien dat jullie niet alleen staan. Ik had natuurlijk heel veel berichten gekregen waar ik niet op heb kunnen reageren. Maar ik echt te veel heb gekregen. Maar ik heb ze allemaal wel gezien en ja, ik vind het ontzettend lief nogmaals. Goed, ik heb ook wat vragen tussen gekregen. Die echt heel veel mensen hebben gesteld aan mij. Waar ze antwoord, ja, wel natuurlijk dezelfde vraag continu. Als eerste was de, hoe we onze dochter hebben genoemd. Maar onze dochter die heet Jenna. En Jenna betekent de paradijs. Dit hebben we eigenlijk op dat moment bedacht. Omdat we dachten van ja, wat is nou een hele toepasselijke naam voor haar. Dat betekent, ja, dat betekent... Het was op dat moment, ja, waar gaat ze naartoe? Dus ja, ze gaat naar het paradijs. Dus we willen haar ook zo benoemen en ook zo behouden. Altijd in ons gedachten met dat ze daar is. En de volgende vraag was natuurlijk dat waar ze is begraven. Maar ze is gewoon hier begraven. In Nederland. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie natuurlijk stellen. Ik kan er natuurlijk ook wat makkelijker over praten, omdat het nu al 3 maanden geleden is.
Drie maanden later kan ik er natuurlijk wat makkelijker over praten dan wat het eerst was. Maar goed, wat ik dus vandaag ga doen is, ik moet naar het ziekenhuis toe. Ik heb het een en ander te doen in het ziekenhuis. Want wat ik ook natuurlijk als tip mee wil geven voor de mensen die het ook hebben meegemaakt. Vaak stop je vaak na zoiets. Dan mag je eigenlijk naar huis. Officieel zou er eigenlijk een onderzoek bij mij komen. Dan zou ik naar huis moeten gaan zonder een onderzoek. En moest ik gewoon maar kijken of ik dan weer zwanger kan raken. Of dat niet aan mij ligt. Dat was een beetje een... Dat blijkt dan altijd zo'n vraagteken. Maar ik denk natuurlijk voor de zorgpersoneel die erin zit. Die zijn al heel wat gewend. En die hebben zoveel gezien dat ze op een gegeven moment denken. Ja, weet je, dit is ook 1 van de 100. Maar goed, als mens zelf wil je natuurlijk wel weten wat er aan de hand is met je. En wil je ook weten of het niet aan jou ligt. Dus hamer gewoon door of je een afspraak kan maken. Om te kijken of je baarmoeder wel schoon is. En om zeker te weten dat het niet aan jou ligt. Dat wil je natuurlijk wel uitsluiten. Dat heb ik dus gedaan. Nou ja, tenminste, de gynaecoloog waar ik loop, ja, die heeft me daarin geholpen eigenlijk. En die zei zelf van, ik wil je nog wel even zien. Want ik wil wel zeker zijn van het feit dat het gewoon schoon is bij jou en dat het niet aan jou ligt. En ook omdat Ria dus te klein geboren is, willen we gaan kijken of het allemaal wel oké is in mijn baarmoeder. Of het allemaal wel volgedragen gaat. Dus dat volgedragen of het allemaal wel oké gaat. Dus, vandaar. Maar, ik had dus, even denken, wanneer was dit? Vorige maand geloof ik. Nee, niet vorige maand. Wanneer was het? 3 weken geleden. 3 weken geleden was ik weer naar het ziekenhuis gegaan. En toen heb ik dus een echo gehad in Wendig. Om te kijken of alles oké was in mijn baarmoeder. Maar daar zagen ze iets aan de rechterkant. Maar ze weten natuurlijk nog niet wat het is. Maar ik hoef er niet heel veel zorgen om te maken, zei ze. Omdat ze nog niet kunnen weten wat het is. Of het blijvend is. Of dat het misschien een restje is. Of dat het nog weg moet gaan. Dus... Ze zouden even afwachten voor mijn menstruatie. En daarna weer opnieuw te gaan kijken of alles leeg is in mijn baarmoeder. Of dat stukje er nog is. En dan gaan we kijken wat het is en wat het kan zijn. Het was iets van een bloed. Iets met mijn bloed. Ik weet het ook nog niet. Maar goed, dat horen we allemaal straks. En misschien is het helemaal weg. En dan ben ik ook helemaal weer rustiger in mijn hoofd. En daarvoor ga ik nog even naar de psycholoog. Om daar met de psycholoog te gaan praten. Daar volg ik ook therapie. En dat vind ik heel fijn. Dat raad ik echt iedereen aan. Schaam je vooral niet voor zulke dingen. En niet alleen gekken gaan naar een psycholoog. Maar ook gezonde mensen. Die gewoon even hulp nodig hebben. Of gewoon steun nodig hebben. Want ik merk gewoon dat ik het heel fijn vind om erover te praten. En dat lucht bij mij heel erg op. Bij sommigen die zetten het heel erg in zich. En die komen er niet uit. Dus dan is het ook heel fijn. Dus ik raad het sowieso heel erg aan. Ik was in het begin ook wel een beetje dingen over. Nee, ik wil het niet en ik heb het niet nodig. Maar nu ik het doe, vind ik het heel fijn. Het helpt echt wel. Je kan het beter verwerken of zo. Ik weet niet. Dus ja, voor de mensen die dit meemaken. Alsjeblieft, schaam je hier niet voor. En ga er gewoon voor. Het is helemaal niet raar om... er naartoe te gaan. Ik denk, vroeger als je mij zou vragen, zou ik me ook over schamen om te zeggen of zo. Ik weet niet, want ja, mensen bestempelen je graag. Oh, ze is gek, ze gaat naar een psycholoog. Is het helemaal niet. Helemaal niet. Het is gewoon heel fijn. En ik bedank die mensen als ze er voor ons zijn, juist. Dus ja, ik ben me even aan het klaarmaken. Dus ik heb vandaag een hele dag eigenlijk ziekenhuisafspraken. Maar goed, dat geeft niet. Het zijn allemaal goede dingen. Goed, ik maak heel even make-up af, jongens. Ik zie jullie zo. Hey, ik ben nu in de keuken. En we moeten nog gaan eten, dus ik moet snel even iets maken. Even een broodje maken. Dan ga ik gebruiken kalkoenham, eieren, cheddar cheese. En dat was het. Ik laat zo even wat eindresultaat zien. Het is zo lekker wat ik ga maken. Ik weet niet, het is echt slecht hier, sorry. Het zijn, mijn gezicht. Ik weet niet waar mijn make-up er zo raar uitziet. Ja, dit ziet er beter uit, hè?
stomme belichting daar, jongen. Ik dacht, klopt mijn hele make-up niet of zo, maar goed. Dus nu de eitjes even met cheddar cheese erop doen. En dan zijn ze ook klaar. Maar goed, dan... ik moet nou echt een nieuwe wand hebben voor het eind te maken. Deze is echt nou. Ik doe gewoon letterlijk één hele op. Daar koop ik voor Ria een eitje, want zo'n groot ei eten. Zij heeft al ontbeten, maar wij nog niet. Het is uiteindelijk eruit. Kijk, dit is echt onwijs lekker. Ik heb dus afbakbrood, eitje, kalkoenham en cheddar cheese. Dit is echt het allerlekste wat je kan eten. Alsjeblieft, doe het. Oké? Trust me. Please. Vertrouw mij. Echt. Dit is echt amazing. We zijn nu onderweg naar het ziekenhuis. Ik ben dus net bij mijn psycholoog geweest. En dat ging allemaal oké. En nu moet ik dus naar het ziekenhuis gaan. Maar die afspraak duurt in totaal echt een uur. Ik moet eerst echo, daarna gynaecoloog, dan de echo. Ik weet niet wat er allemaal gedaan moet worden. Maar goed, dan gaat het allemaal zo zien. Het is echt fris buiten. Het waait zo hard. Maar ja, ik ben aan het lopen nu naar de auto toe. Ik zie die zijn dus nu in het ziekenhuis. Toevan is hier. En die is daar. Ik heb zoveel afspraken staan. Ik ben benieuwd. Het licht is wel heel slecht hier. Of het komt op mijn camera, ik weet het niet. Hey, ik kom net uit de douche. Ik heb gisteren niet meer doorgefilmd eigenlijk. Omdat ik naar het ziekenhuis was gegaan, wat ik al had verteld. En dat pakte niet heel positief uit. Maar goed, ik ga het zo even kort uitleggen. En dan ga ik even door met wat ik ga doen vandaag. Het is inmiddels al bij de avond. Maar goed, ik neem jullie dus zo even mee. Ik ga heel even eerst even omkleden. En dan kunnen we even rustig gaan praten. Oké, ik heb me dus even omgekleed. Oeh, ik heb echt heel hoog staan. Maar zo staat hij wel goed, denk ik. Ik ga heel even eerst laten zien wat ik in mijn haar doe. En dan gaan we een beetje praten. Ik heb wel eens sinds kort, sinds een tijdje eigenlijk al, heb ik deze ontdekt, de Wow Spray. Deze heb ik toevallig van een bijkorf gekocht. En deze zorgt voor je haar super erg glanst. En heel stijl wordt. En wat ook nog eens gebeurt is dat het... als er water op valt, dan valt het weg, zeg maar. Ik weet niet of ik het goed heb uit kunnen leggen. Maar dat is wat hij dus doet. En dan moet je hem dus helemaal insprayen. Dus ik laat het even zien en dan praat ze gewoon even door. En dan kunnen jullie gewoon ja, luisteren en kijken, denk ik. Ik weet alleen niet waar mijn andere kam is. Momentje hoor. Ik heb ook nog even een winterpimpelpoetsel nog voor vriendin. Nee, even hier vernieuwen. Yes! Dus, ik kan die andere borstel niet vinden. De andere kam niet vinden. Ik ga eerst even doen. Het is heel gek, maar ik doe altijd eerst mijn haren en dan pas mijn make-up. Ik weet niet of meer mensen dat doen. Nou, of doe ik ook eerst mijn make-up en dan mijn haren. Maar meestal is het echt andersom dus. En dan ga ik dus zo'n scheiding maken. Zodat ik het echt top kan sprayen. En dan pak ik het eigenlijk zo in plukken. Waar is mijn spray? Daar. En dan moet je dus best wel veel gaan gebruiken. Maar ik doe er eigenlijk al best wel lang mee. Ik gebruik hem best wel veel. Maar ik moet even in de spiegel proberen. Kijk, anders lukt het niet. Goed, ik was dus gisteren, had ik zo'n afspraak wat ik al had verteld. Ik moest naar het ziekenhuis. Ik moest naar de psycholoog. Etcetera. Dat ging eigenlijk allemaal wel heel oké. Maar ik was heel moe daarna ook. Ik denk door te veel emoties en alles. Ik was gewoon heel moe en daarna ben ik ook nog wel moe, alleen was ik al een tijdje lang staan met misschien weer om hier naartoe te gaan. Dus ja, ik dacht misschien is het ook wel goed dat ik ga. Een beetje afleiding te hebben ofzo. En ik vind dat heel gezellig met hun natuurlijk. Maar goed, gisteren was ik dus in het ziekenhuis en ik kreeg allemaal testjes van mijn baarmoeder om te kijken of alles eigenlijk schoon was. Dus na een stilgeboorte, miskraam, kan je nog dingen achter hebben in je baarmoeder. En bij mij was het allemaal gelukkig weg. Dus eigenlijk was mijn baarmoeder helemaal schoon en dat was wel heel fijn. Want de laatste keer zagen ze nog iets, maar goed, dat was allemaal weg. Dat was denk ik restjes. Dat is allemaal weggegaan. Maar wat ik dus heb begrepen is dat ik, waar ze achter zijn gekomen, is dat ik een hartvormige baarmoeder heb. Dan heb je heel veel soorten, maar de mijne is dan een beetje zo'n stomp wat er tussen zit. Of een tussenschot. Goed, ik wil daar niet heel gedetailleerd over gaan praten, want dat kan je gaan opzoeken en even gaan googlen wat dat betekent.
Maar dus niet per se iets heel positiefs. En als jullie dat wel herkennen voor jullie zelf en jullie hebben ervaring, alsjeblieft deel ze hieronder. Wel succesverhalen. Nee, mag ook natuurlijk niet succesverhalen. Alles is welkom. Maar want ik wist er eigenlijk voorheen nooit echt iets over. Ik stond er ook niet bij stil. Omdat Ria heel goed is gegaan. En ik heb haar echt 40 plus 2 gedragen. Maar goed, Ria is wel te klein geboren voor haar dingetjes, voor haar weken. Zij was geboren met 40 plus 2 en ze was 2735 gram. Dat was natuurlijk toen ik volgroeide. Mijn baby's moest ongeveer minimaal 3 kilo zijn. Maar dat was dus niet goed. Ze is hartstikke gezond nu. Dat maakt niet uit. Maar dat dus ook wat effect kan hebben. Jullie zullen zich vast afvragen of de stilgeboorte door mijn baarmoeder komt. Dat is helaas niet duidelijk. Ze gaan er vanuit van niet. Maar dat kunnen we niet weten helaas. Dus wat dat betreft heb ik er ook geen antwoord op. Ja, goed. Ik wil er verder niet meer op ingaan. Maar jullie verhalen natuurlijk welkom. Goed, ik doe nu even kiezoe haarolie even in mijn punt. Want mijn punten zijn heel erg dood. Maar ik moet echt naar de kapper. Maar ik heb nog nooit zo lang haar gehad. Dus dat moet ik even helemaal gaan knippen. Maar ik heb er geen zin in, want ik heb het nooit zo lang gehad. Oké, wat je dus bij deze doet, is je doet eerst je haren helemaal droog maken met de föhn. En dan stylen. Ik laat het complete eindresultaat wel aan jullie zien. Maar wat ik ook nog wil vertellen is dat ik het nogmaals, ik weet niet of ik het heb gezegd, ik vergeet het allemaal. Maar nogmaals heel erg bedankt voor jullie lieve berichten die ik nog steeds krijg. Ze blijven stromen en ze blijven komen. Ik doe steeds mijn best om toch wel te vloggen. Maar goed, als ik dus een moment heb dat ik me niet goed voel, dan heb ik liever dat ik even niet vlog. En dan wil ik gewoon echt even weer aan mezelf gaan werken. En dit heeft helemaal tijd nodig en dat is oké. Dat heb ik een beetje al geaccepteerd. En heel veel mensen die dan zich vragen, als je bent er heel snel overheen gekomen, lijkt wel, dat is helemaal niet waar. Ik probeer me natuurlijk gewoon goed te houden, ik probeer me sterk te houden. Ik probeer me gewoon positief te houden, want ja, ik heb nog een dochter van 2. En ik heb natuurlijk een partner, ik heb een gezin, ik heb een familie waar ik nog steeds door voor moet gaan. En waar ik natuurlijk de positiviteit uit moet krijgen en de kracht eruit moet krijgen. En dat gaat voor nu best wel oké eigenlijk. Maar goed, ik heb ook de oude momenten. Dus alsjeblieft denk niet van, oh, wat is zij goed en hoe snel heeft zij het overleefd. Het is allemaal niet waar als wat je denkt. Maar goed. Ik geef mijn haar droog en dan laat ik jullie zo even het resultaat helemaal compleet. Oké, zo guys. Ik ben helemaal klaar. Mijn haar is gedaan. Mijn outfit. Ik zal het wel even laten zien aan jullie. Het is heel donker bij mij hier. Dus ik hoop dat het lukt. Maar ik heb dus dit aan. Mijn top is van de Zara. Was van de sale. Dus ik weet niet of je hem nog hebt. Mijn broek is van Costus. En mijn riem is van YSL. En ik ga even kijken wat voor schoen ik hier onder aan doe. Maar ik denk eigenlijk gewoon Yeezy. Want ik wil een beetje sportief houden. Ik denk misschien dat ik een foamrunners aandoe. Ik hou er wel van. Ik hou wel van die mix, zeg maar. Goed, ik ga eruit. Want mijn vriendin die komt eraan. En nou neem ik die zo weer mee. Nee joh, tuurlijk niet. Dat past wel. We zijn nu aan het lopen. Het is echt super koud. Tenminste, het is niet koud, maar het regent. En ik heb dus gewoon foamrunners aan. Kijk. Maar ik heb wel heel dikke sokken aan. Ik weet niet waar we staan, inshallah. Nee, ik weet het niet. Waar is dit? Kijk eens even waar we staan. Wat is de Herengracht? Nee, we zijn niet bij de Herengracht. Hier staat de Herengracht. Oh, we zijn bij de regulier dwarsstraat. Ik ga naar jouw locatie sturen van stuur naar mij? Hè? Ja. Oké, okay, we zijn dus daar. Ze staat daar geparkeerd. En ik heb mijn capuchon even op, want ik wil niet dat mijn haar nat worden. Je hebt een me. Tamam, we gaan heel lang. Tamam. Ik weet echt niet waar we staan. Maar we moesten 5 minuten lopen. Volgens mij heb ik een navigatie aan. Dit is mijn vriendin. Zeg maar hoi. 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 Dat is mijn vriendin Lara. Hoi. Koud. Het is echt 4 minuten lopen. Het is voor mij hier de hoek om, maar ik weet dus niet. Maar hier om de hoek is toch Shubaloo? Ja. Oh, het is zeker in die straat. Welke straat? In die dunne straat. Je hebt toch Shubaloo en dan heb je... Ja, die hele dunne straat, weet je wel? Is het niet in de straat van de Supper en zo? Is dat hier? Nee toch? De club is er niet hier of wel? Nee. Maar Shubaloo is in de hoek van Supper. Oh echt? Ja? Nee, dat is die andere. Oh. Nee, wacht even, hoeveel Shubaloo's heb je? Ik ben even in de war. Ik weet het echt niet meer. Bij de Baroes en zo. Nee, maar dat is Koning. Dit is Koningsplein nu.
dat lijkt ze blij. Toch? Als we er maar kunnen. Oh nee, maar dat is bij de hoek van Victoria's Secret. Dat is niet hier. Toch? Geen idee. Oké, laat maar gaan. We weten het echt niet. Als we er maar komen en lekker kunnen eten. Nou, ik weet dus niet of we heel lekker kunnen eten. Ik hoop dus wel. Want ik zag allemaal, ik had wel een TikTok filmpjes gekeken al. Hoe ze eruit ziet. Anders gaan we naar Merre. Gaan we naar B echt een Turk zijn. Wallah hoor. Zij is Turk nummer 1. Nee, anders gaan we bij BMN eten. Ja, lekker. Dat is wel lekker. Zou even, we zitten gewoon niet vol. En het is best wel gehyped. En het is zeg maar gewoon prijzig. En dan zit je gewoon niet vol. En dan moet je... Oh kijk, we moeten hier de straat in. Jongens, dat is gewoon bij Shopee Squared om de hoek. Shopee heeft eraan kapot veel sale. Maar ze hebben geen mooie schoenen meer. Ze hebben 50%. Nee, heb je gekeken? Nee, ik heb gekeken. Maar ze hebben niet heel veel sale. Tenminste, ze hebben wel, maar niet. Wat even, laat ik naar buiten houden. Het is hier verderop. In de straat van Shubalu dus. Zijn er andere trap? Nee, Maria is laat. Of course. Dat zegt ze ook letterlijk. die Lara is volgens mij lopen, want ze komt van werk. En Sabrina is er ook bijna. Zo, zijn we niet samen? Hè? Zijn Maria... Nee, Maria kwam met Uber. Het regent niet. En dan wilden we eigenlijk afzeggen omdat er een harde storm zou komen. Wat is dit? Ja, het zou zo gaan. Oh, erg weer. Ik dacht nog Nederland en heel heftig weer. Maar goed. Oké, we lopen even jongens. Ik zie jullie zo. We zijn er. Het is best wel mooi van binnen. Alleen een beetje jungle vibe, hè? Het is echt. Ja. Zeker gaat Maria niet doen in je taart. Nee, ik ga even een menukaart zien. Maar dit slaat het over. Dus je hebt... Oh, nee, dit is... Laten we komen bij dit. Kunnen jullie het zien? Wat is dit? Wat is dit? €150? Dat is normaal. Wat is dit? Ik snap echt niet wat er hier allemaal staat. Ik zie alleen dat het heel duur is allemaal hier. Maar ik weet niet wat het is. Is dit... Nee, is toch eten? Nee, zak eens wijn. Is je, ik ga helemaal... passen. Ik zeg, waarom is dit zo duur? Ik snap er niks. Zet maar niet op je deur. Jawel, hij is lachen toch? Oh, maar dat is allemaal wijn. Oh, sorry. Guys, ik... Nee. Guys, sorry, dit is een wijnmenu. Ik wist niet wat sake of zo was. Whatever. Dit is dus wijn. Super duur wijn. Sake. Het is warme wijn. Oh, weet je goed? Ja, niet per se warme wijn. Ja, meestal wel. Het is wel lekker. Ik wil dat zeggen, ik drink niet. Ik wil net zeggen, ik drink niet. Ik knip jou eruit. Ik ga zorgen leven. In mijn vorige leven, toen ik zo jong was. Toen ik zo jong was, 10 jaar geleden. Nee, daar zat niks in. Ja, daar zit zijn... cocktails. Ja! Sabrina is net 2 seconden gekomen, ze weet precies wat ik... Ik zit nog te zeggen, maar ik zeg nog, wat is dit zo duur, €300? Ik denk, is die Japans vlees? Ik ben echt blond. We kunnen jou nergens meenemen. Nee, ik ben echt blond. Nee, echt. Dit is echt. Het gaat te ver, ik moet mijn haarkleur veranderen. Hey. Gelukkig dat Sabrina ingrijpt, anders ging ik nog verder door. Ja, maar echt. Dat mag wel. Oké, guys, ik laat je zo het menu zien. Ik weet echt niet waarom. Maar goed, het zal allemaal, het is oké. Okay. Ik lijk zo in. Welk kun je daar? Japans. En nog iets, toch? Peruaans. Was Peruaans? Nee, dat was sushi samba, was Peruaans. Dit is niet Peruaans. Ik heb het menu niet bekeken. To be honest, ik ben gewoon aan het zeggen. Het was Japans met volgens mij Afrikaans of zo. Door die dingen denk ik dat misschien. Ja, dat, ik zal eerst even checken wat het is, inderdaad. Ja. Maar welke land komt dit? Dit komt toch uit... Is Peruaans? Dat kan inderdaad. Ja, ik denk niet Peruaans. Ben je er voor €100? Oh nee, natuurlijk niet. Oh nee, misschien dat ik het wel vaak. Misschien heb ik wel €100 gewonnen. Als je fouten wil ik meedoen met de wedstrijd. Oh, Peruaans. Also Peruaans. Japans en Peruaans. Oh, maar dan vind ik het sushi samba fijn, want sushi samba was ook Japans Peruaans. Ja, klopt. Met heel veel kruiden. Heel anders. Sushi samba vond ik niet lekker. Vond ik echt niet lekker. Nederlands is niet ready voor dat. Ze willen gewoon kebab van de grill, denk ik. Oké, ik laat zo even zien het menu, oké jongens? Ik zie jullie zo. Guys, dit is dus een beetje het menu.
En dit is dus dat je de bedoeling dat je gaat delen met elkaar. Volgens mij is dit letterlijk alles wat je hebt. Niet heel veel, maar goed. Dus een mocktail besteld en ze kunnen dus mocktails maken als hoe je wilt. En ik heb een lychee gevraagd, maar die lychee dus erin. Ik ben heel benieuwd hoe deze is. Dit is edamame, met wat zit erop? Gril, het is gegrild edamame. Oh, okay. En hier, wat is dit? Edamame. Wat is dit? King crab. Oké, nou, we gaan het even eten. Thank you so much. En dit is het brood die erbij krijgt. Brood, ik weet niet wat het is, maar ik denk het is brood of zo. Oké, deze is trouwens heel lekker. Oh my god, echt geweldig. Dit is zalm, hummus met saus. Dit is van jou. Het is echt lekker, maar ik weet niet wat het is. Wil ik het op mijn brood hebben? Ik heb halve mijn. Gaat lekker? Je wordt zomaar geëxposed. Heel lekker. Oké, hier heb je koor. Wat waren dit? De courgette, toch? En wat is dat? Kompal. Kompal? Kompal. Wat is dat? Inktvis. Oké, nou, ben benieuwd. Konijn te gaan. Sorry, maar iemand stuurde mij vandaag een nieuwe garnalen. Oké, deze ga ik even met jullie proeven. Lekker. Hier hebben we mochi ei en hier hebben we pineapple. Creme brulee? Yes. En sorbet. Amazing. Alright, enjoy. Thank you. Wanneer letterlijk iedereen met zijn telefoon hier zit. Zij de enige is die niet filmt. Thank you so much. Je redt ons leven gewoon hiermee. Ja, kom maar. Eeuw. Ze dat het heel lekker vond, ja wel. Ben je man? Ik weet niet of je het echt lekker vindt. Ik vind het een beetje rare smaak. Ik vind het gewoon ananas. Nee, een beetje... Met mais?